Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Als wij met tegenstander praten, dan praten we ook met voorstander. Ik heb zo iemand die voor de wet gestemd heeft, de wet op valuta, die verbiedt dat burgers valuta nog moeten hebben in Suriname. Iemand van de NDP. Ik ben ook inmiddels prominent lid, Wendel Azadan van de NDP. Hallo? Hallo. Waarom stem je voor zo'n wet, Wendel? Op de eerste plaats, ik wil de Surinamers, waar ze ook zijn, wereldwijd, ook hier in Suriname, vanmiddag zeggen. Goedemiddag. Oké, waarom ik voor de wet heb gesteld? Kijk, ik heb het geluk gehad om toch even buiten Suriname te gaan. En nergens heb je 3-4 soorten geldinheden waar men in een land werkt. We hebben een SAD hier in Suriname. Ja. En dan heb je een situatie dat wanneer ik iemand maandelijks moet betalen, ik heb een overeenkomst in US dollar voor euro, dat men mij dwingt eigenlijk om dollars te gaan kopen of SAD om te betalen. Ja. En u moet begrijpen, stel dat je een mandje hebt met 1000 euro. Mm-hmm. En 10.000 mensen moeten 1 euro gaan kopen. Dan kunt u begrijpen wat er gaat gebeuren met die koers. Oké. Okay. Dus en we zitten in Suriname. Waarom moeten we alles prijzen in dollars en euro's? In plaats van die US, in plaats van die SRD. Dus vandaar dat we de wet hebben aangenomen. Mm-hmm. Dat we dat. En vooral het speculatief moeten we precies 3 verschillende soorten koersen, 5 verschillende koersen. Toch? En hebben we de wet aangenomen dat we niet dat we niemand sturen. Dat we niemand sturen of dwingen om US dollars of euro's te gaan kopen. Eind van de maand. We doen zaken in Suriname. En die SRD is ons wettig betaalmiddel in Suriname. En dat moet de Surinamer overleggen. Daarmee moet Suriname business doen. Wanneer je dollars nodig hebt, dan heb je dollars nodig of euro's voor de importen. Maar niet om lokaal business te doen. Oké. Okay. Ik denk dat in elk land dat zo is, hoor. Nee. Suriname is geen uitzondering. Het was juist een uitzonderlijk geval hier in Suriname. Dat zaken in US dollar. Want kijk, je kan die dollarprijs hebben, maar dan moet je de tegenwaarde echt. Omdat we geen dollars produceren hier in het land. We exporteren zaken waar we dollars en euro's verdienen. En die moeten zorgen voor het internationaal betalingsverkeer, maar niet lokaal. Okay. Lokaal dienen we die SRD te gebruiken. Ja, okay. En dat dienen we als Surinamers te respecteren en te beginnen te waarderen. We moeten sowieso houden van ons eigen geld dus, SRD. Klopt. Ja, maar het probleem is dat ik nergens met de SRD naartoe kan. Hoe bedoel je dat je nergens met de SRD naartoe kan? Omdat je die vergelijking trekt met andere landen, dan denk ik van ja... Klopt. Kijk, kunt u met euro in Amerika betalen? U moet het toch omwisselen? Ja, maar oké. Okay. Klopt, als ik met dollars in Europa kom, in Nederland aankom, kan ik niet aan Albert Heijn op Schiphol binnen trappen om dingen te kopen. Ik moet omwisselen. Absoluut, maar als ik mijn SRD meeneem naar Amerika of Amsterdam, dan kan ik ze niet omwisselen, want niemand wil die hebben. Nee, maar dat is normaal. Oh. Als je naar op reis gaat, dan krijg je dan dollars. Als je naar het buitenland wil voor een reis, als je kan overleggen dat je op reis gaat, aha, dan krijg je dan die dollars om mee te nemen. Hoeveel dollars mag ik meenemen? Tot zover ik weet kan ik het nu aangeven, maar ik denk dat die regeling is gewijzigd. De mensen die vaak reizen, ze kunnen vaak met OV-ticket overleggen en dan dollars kopen bij de algemene banken. Dus met deze wet is er daaraan niks voor het juist voor... Juist versterkt dat we daarvoor die dollars gaan gebruiken en voor de importen. Kijk, wat we hebben gedaan met de wet, is dat buiten de centrale bank die dollars gewoon werden verhandeld. Je toch? Je bedoelt cambio's en zo? Ja, die cambio's. Je toch? Want kijk, neem een simpel voorbeeld. Je hebt importeurs. Ja.
Nou, exporteurs die Surinaamse producten exporteren, dan noem ik goud. Zijn Surinaamse producten, is uit Surinaamse bodem gewonnen. Ja, ja. Die vis uit Surinaamse wateren gevist. Hout uit Surinaamse bodem gekapt, Surinaamse bossen gekapt. Bakoven uit Surinaamse, Surinaamse landbouw. Ja, mm-hmm. Je toch? Komt van Surinaamse bodem. Maar wat is er? Wanneer die mensen hebben geëxporteerd, wanneer ze die zaken hebben naar het buitenland hebben gebracht, blijven die gelden in, lekker in het buitenland op hun buitenlandse rekening. En wat ze terugbrengen, gaat naar hun bankrekening hier in Suriname, of wat ze niet op de bank willen zetten, potten ze thuis op. Die internationale valuta heeft ons land nodig. Het zijn Surinaamse producten die zijn uitgevoerd. Ja. En die buitenlandse valuta zijn voor het land. Maar het zit bij iedereen. En wanneer uit formele bronnen de overheid misschien bij IM Gold of Newmont geld en wat US dollar krijgt, dan gaat daarmee de overheid die importen dekken. Je denkt, maar het andere deel was gewoon random de centrale bank verkocht. Maar die gelden moeten eigenlijk via de centrale bank worden verkocht. Omdat wanneer je dollars krijgt, dan breng je die naar de centrale bank. Als je bij exporteur of importeur en je hebt zaken nodig die je moet importeren, dan krijg je dollars terug die je hebt verkocht aan de centrale bank. Maar het kan nooit zo zijn dat je Surinaamse producten verkoopt, exporteert. En dat die harde valuta die het land nodig heeft, want het zijn niet jouw producten, het zijn van het land. Je toch? En dat mag je houden. Mm-hmm. Oké, okay, maar Wendel, dus als ik mag geld, jullie eisen dat, ik mag niet, ik moet zelf mijn valuta naar de centrale bank brengen. En als ik valuta nodig heb, dan mijn eigen valuta, krijg ik hem terug of krijg ik daar SRD? Heeft u uw valuta bij de bank, daar komt de overheid, daar komt niemand eraan, het zijn jouw gelden. Het enige is dat je daarmee geen handel gaat drijven meer. Maar, je kan geen zaken meer doen, maar alleen met de valuta. Je kan het verkopen voor een cambio, dan heb je SRD waarmee je zaken kan doen. Dus jouw geld op de bank, whatever valuta je daar op de bank hebt laten, je mag het opnemen. In valuta? In valuta. En het is niet strafbaar om als ik straks met valuta in mijn kussens lopen en zo slaap? En is jouw valuta. Het enig verschil is dat je niet meer een auto kan gaan kopen met die valuta. Niemand mag je meer eisen van jou. Men mag niet meer eisen van je dat je met om andere valuta dan de SRD voor iets moet betalen. Oké. Okay. Nee, jouw valuta is jouw valuta. Je kan je geld opnemen bijvoorbeeld. Dan was zeggen, iemand stuurt geld van je via MoneyGram. Vanuit Nederland. U wil 100 euro, een voorbeeld. U wil 100 euro voor mij sturen. Ja. U mag. Ik mag het nemen, ik kan het naar de bank brengen of ik kan het, stel dat ik een euro rekening heb, stel dat ik een euro rekening heb, kan ik het op de bank opstarten op mijn spaarrekening. Mm-hmm. Ik kan niet meer ermee gaan betalen. Als ik wil betalen, moet ik dan het omwisselen bij een cambio. Nee, bij de centrale bank toch? Je kan bij de centrale bank en je kan bij de algemene bank gaan, maar ook bij de cambio's. Wat hebben we gezegd van, de cambio's kunnen die vreemde valuta opkopen, maar hun verantwoordelijkheid is dat ze het opkopen en weer verkopen voor de centrale bank. Maar ze mogen, natuurlijke personen, bedrijven of whatever, mogen geen handel doen in valuta. Ja. Ik denk dat het nergens in de wereld zo is. Dat jij opkoopt en jij de centrale bank is daar die eigenlijk daarvoor eigenlijk de verantwoordelijk heeft. Maar het wordt eigenlijk door anderen uitgevoerd. Jouw verhaal, zoals je het brengt, hè, dan is duidelijk. Maar als die oppositie een verhaal ook ophouden, dan denk ik, daar hebben ze ook een punt. Want waarom zou jij mij moeten verplichten in welke currency ik zaken moet doen? Nou, ik moet zitten in Suriname. Ik weet niet, hoor. Als ik in Nederland ben, mag ik met mijn SRD betalen? Nee, sowieso SRD nergens. Ik moet toch met die euro betalen? Ja. Ja. Oké, al heb ik dollars. Al heb ik dollars. Moet ik die niet omwisselen om euro's te nemen? En daarmee kan ik dan met die euro's dan betalen? Heb je ook een punt, ja? Ja.
Dus ik snap niet waar we... Dus wat is er probleem? En we hebben proberen dat speculatief gedeelte eigenlijk proberen eruit te halen. Omdat daarmee we de kleine man killen. Mensen die dollars hebben, die hebben geen problemen. Maar de man die SRD verdient, dat, en we dwingen hem om in euro's en in dollars te betalen, die killen we. Ja, oké. Nee, dat als je... Dus dat hebben we geprobeerd eigenlijk om dat speculatief. Niemand moet mij dwingen. Mm-hmm. Als jij importeur bent... Ik ben in Suriname, ik koop producten in met SRD. Als je dollars nodig hebt om dat te gaan zoeken, dan ga jij dat zoeken bij de centrale bank. Maar heb ik dan als importeur, krijg ik dan genoeg dollars bij de centrale bank om mijn zaken te importeren? Kijk, we hebben nu een situatie bijvoorbeeld dat die dollars zitten bij mensen daarbuiten. Aha. Ik heb dan al vast aangegeven, al eerder aangegeven, wat er eigenlijk de situatie nu is. Je toch? Het zijn geen dollars van mij. Het zijn dollars van het land, want hoe verdienen we dollars? Door het uitvoeren van producten, van Surinaamse producten uit Surinaamse bodem. Mm-hmm. Mm-hmm. Je toch? Die dollars zouden eigenlijk bij de centrale bank moeten liggen. Maar nu ligt het iedereen bij iedereen en allemaal. Ja. Die constructie hebben we proberen te veranderen dat die dollars daar zitten. Wanneer jij die nodig hebt, ja, dan ga je bij de centrale bank die aanvragen, overleggen met je stukken, dat je betalingen moet plegen in het buitenland. En dan krijg je die dollars. Probleemloos. Want nu de situatie is dat onze ondernemers naar bij de cambio's gaan. Ze kochten daar die dollars toch? En ze konden makkelijk opdrijven met de prijs, want ik heb het duur gekocht. Ja. Je toch? Maar ja, nu wordt de situatie gewijzigd. Je gaat nu bij de centrale bank die dollar, die cambio's mogen kopen. Stel, meneer Frans, als je komt uit Nederland, uh-huh, je gaat wisselen, die cambio's kopen op. Of bij welke cambio u terecht komt, die cambio verkoopt jouw dollars of die euro's aan de centrale bank. Nee, Wendel, hoe je het uitlegt, hè? Het is helemaal duidelijk en ik zou bijna eens met jou kunnen zijn. Maar jij moet met me eens zijn, want dat is de situatie. En dat is hoe het moet. We zijn eigenlijk, als je mij vraagt, had dit eerder gemoeten. Nee, maar Wendel, maar mijn probleem is, als ik importeur ben en ik ga naar de centrale bank, hebben ze dan dollars voor mij weer? Want daar gaat het om, toch? Als ik jou dollar geef voor 7,50, dan wil ik tenminste voor 8 euro bij jou terug kunnen kopen, toch? Minimaal. Nee, ik kan u niet zeggen dat je... Kijk, in de wet staat opgenomen dat de banken, de centrale bank van Suriname, de koers zal betalen. Uh-huh. En aan de hand daarvan kunt u dan die dollars gaan vragen. Dus aanvragen en... Nou, als die dollars... Neem ik aan met die nieuwe situatie waar de dollars bij iedereen zit, dan gaat ze niet gecentraliseerd worden. Bij de centrale bank. Dus ik denk dat als u het kon krijgen bij een cambio, mm-hmm, is het best mogelijk dat u met die nieuwe situatie die dollars gekanaliseerd worden naar de centrale bank. En ik kan ze makkelijk kopen bij de centrale bank, zonder woestijn. Klopt, dat is de bedoeling. Dus we willen eigenlijk niemand dwingen eigenlijk om in dollars te betalen of in euro's. Uh-huh. Maar dat wanneer voor de importen, dat men daar gaat gaan, omdat daar men daarmee eigenlijk kan afdrijven. Ik heb het zo voor zoveel gekocht bij een cambio. Maar eigenlijk, die cambio is eigenlijk het voor gemakkelijker. Ze hadden een bepaalde functie, maar ik denk niet dat ze de functie van de centrale bank moeten, dat de bedoeling was om hun functie, een bepaalde functie van de centrale bank, het voorzien van buitenlandse valuta, gaan overnemen. Of wat werd toegelaten aan een bepaalde periode. Maar ik bedoel van, waar gaan we naartoe? Ik bedoel van, we moeten toch ergens, en mensen zeggen, waarom gebeurt dat nu? Maar in elke crisis, men zegt, elke crisis creëert kansen. Je toch? Waarom misschien, hoe de situatie was, hadden we niet nagekeken. Maar nu hebben we gezien van, mensen moeten we aanpakken. We kunnen niet zo door laten gaan. Ja. En dat is het. Ik praat ook met importeurs. En die zeggen van, nee, het zal lastig worden om genoeg dollars te kopen bij de centrale bank. Dus je stuurt me weer naar de zwarte markt, de cambio en abrawoyo, bakawoyo. En dan gaan die prijzen omhoog en die koers ook. Kijk, alles valt en staat en met de controle. Dus ik denk dat met deze wet nu in handen, want het is eerder voorgekomen dat er illegale cambio's zijn aangepakt, maar ze zijn bij de rechter.
weer met hun geld eigenlijk naar huis gestuurd. Mm-hmm. Dus vanuit die aanscherping van de wet. Ja. En het is ook strafbaar voor Surinamer en gezetenen om valuta te hebben in huis? Ik heb aangegeven, als je, je mag je valuta hebben. Je mag er mee, je mag zoveel oppotten als je wil. Thuis. Maar het enige verschil is dat je daarmee geen business kan doen. Men kan vanuit Suriname via die money transfer kantoren geld voor je openmaken. Het enige probleem is dat je nu met je dollar geen transacties of met die euro geen transacties meer mag doen. En niemand mag dat van jou eisen. Er is ook geen dienst of unit die in naam van de regering huiszoeking komt doen omdat ik dollars heb in huis, wat verboden is bij wet. Oh nee, niemand komt aan je. Kijk, in het geval dat je verdachte bent of men, er is een informatie dat je tegen de wet bent, dan pas komt die unit in werking, mm-hmm, om te komen onderzoeken of ik op basis van het vermoeden of het die informatie die men heeft gehad van dat men jou mag komen onderzoeken. Dus men, er is niet zoveel vermoeden. Het enige vermoeden is dat iemand $300 in huis heeft. Als u dollars van mij vraagt waar de wet verboden is, dat je dat mag doen, dan ik rapporteer je. Je toch, of je gaat weer aan op prijs opdrijving doen, hoewel er een bepaalde koers is vastgezet van kijk, iedereen dient zich daaraan te houden. Dan gaat men optreden tegen je. Wat is er dan aangegeven dat men niet zonder meer dat kan doen met een hulpofficier, met toestemming van een hulpofficier? Men gaat niet zomaar binnen jouw huis binnenstappen en dergelijke. Een hulpofficier is gewoon is een inspecteur hoor, een politie-inspecteur. Ja. Dus die zijn een legio, die zijn heel veel, die zijn overal en die komen altijd. Dus die komt zo binnen. Dat unit komt niet alleen eigenlijk zonder meer, maar het wordt binnen de perken van de wet. Het is UCL, AHI, de banken, de Centrale Bank van Suriname, noem maar op, de mensen zoals de wet dat voorschrijft, die mensen komen dan bij jou. Maar als je niks hebt gedaan, als je niet verkeerd bent, waarom denk je dat men dan gewoon zomaar een pand kan plegen? Omdat iemand is mij gaan verklikken en die zegt dat ik $200 in huis heb. En dat is erger dan 200... Als je 200 euro in huis hebt, als het bij de bank kan liggen, jouw geld, nog steeds, het ligt bij de bank, het blijft jouw valuta. Nee, dat is de bank. Maar ik heb hem nu in huis. Als ingezetene. In huis heeft hetzelfde. Het enige, u mag niet mee business doen. U mag het niet verhandelen. U mag het niet voor mij verkopen. Ja, ja. U kan het wel voor een cambio verkopen. En de cambio dient het te verkopen voor de centrale bank. Aan de centrale bank. Dus dat is het verschil. Maar u mag zoveel oppotten als u wil. Als u dat zelf als bed wil gebruiken. Mijn bed. Maar het enige is dat u daarmee geen business, geen handel, geen transactie mag plegen ermee. Nee, maar wat ik hoor in die wet en lees is dat het strafbaar is straks. Als je 200 of 300 euro hebt thuis en ingezetene. Ik heb dat niet gezien. U hebt dat niet gezien? Okay. Nee, ik heb dat ook niet gelezen. Nergens? Dus het is nee, nergens gelezen dat het strafbaar is als je 200 euro of 400 euro of 1000 euro of 10.000 euro op je op thuis hebt. Oké. Je mag ten alle tijden je valuta opnemen bij de bank. Je kan het zelf overmaken van iemand via MoneyGram, van Western Union, whatever. Maar dat je het thuis hebt dan en daarmee kan met invallen plegen om het af te pakken, dat staat niet in de wet. Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk, want misschien is het antipropaganda die dat allemaal roept van het is strafbaar om valuta in huis te hebben in Suriname. Want politiemensen en units mogen binnenvallen om te controleren. Dat heeft Belfort dat is, net gezegd. Dat is wanneer er redelijk vermoeden bestaat dat je niet aan de wet houdt. Wat voor vermoeden en dan? Je mag geen verkopen, je mag geen transacties plegen en je mag niemand vragen, dwingen om jou te betalen in een valuta anders dan de SRD. Oké. Okay. Wendel, ik kom naar Suriname en ik neem 100 euro voor jou mee en ik wil SRD en ik wil het bij jou wisselen.
Zijn we strafbaar beide? Nee, impact. Ja, we zijn strafbaar. Je moet bij de erkende in wisselkantoren zijn of bij de bank. Ja, dus als het geld bij jou kan wisselen van je moet mooi koers even. Ik heb geen wisselkantoor, ik heb geen vergunning daarvoor. Maar daarom kom ik ook niet met grote bedragen, toch? Met kan een barkie. Hoe het ook zij, ik heb geen vergunning daarvoor. Nee, maar feit, wij zijn illegaal bezig dan en het is strafbaar. Dat is het. Oké. Okay. We zijn illegaal bezig. Ik heb... Je moet bij de erkende wisselkantoren gaan waar men vergunningen heeft. Mm-hmm. Je toch? Of bij de bank. Oké, okay, bij de bank. Hou dat vast. Ja. Ik heb vrienden hier in Rotterdam die appartementen verhuren in Suriname en die eisen euro's. Klopt. Ja, hoe verder met hun? Maar daar stel ik wel een weer de vraag stellen, omdat ze in Nederland zitten. Ja. Niet toch? Ja. Waar staat het dat ik ze dan in SRD in euro's moet betalen, omdat ze in Nederland zitten? Ja, omdat ze in Nederland zitten. Waar worden die appartementen verhuurd? Ja, maar waarom die eigenaar heeft, mag bepalen welke currency toch? Dat betekent dat ik daarom, omdat hij in Nederland woont, dat ik hem in euro's moet betalen, maar die appartementen worden in Suriname verhuurd. Ja, dat is zo. Die vlag gaat toch niet op? Oh, kom on. Laten we zeggen, u bent in Nederland, dan ga ik het omkeren. U bent in Nederland, ja. Ik kom naar Nederland. Kan ik jou dan in SRD betalen? Omdat ik SRD in Suriname verdien. Nee, ik bedoel, als ik in Suriname woon en je wil mijn huis hier in Nederland en ik ben in Suriname... Moet ik jou in euro betalen? Nee, ik zou niet erg vinden als je mij SRD zou betalen, want ik woon in een land waar ik SRD kan gebruiken. Hetzelfde voor mijn vrienden. Maar je kan mij niet dwingen omdat ik geen euro's verdien. Ik verdien geen euro's. Oké, je verdient geen... Ik verdien SRD. Ja. En die transactie vindt in Suriname plaats, niet in Nederland. Dus dan blijft ik laat dat stukje. Nee, maar laat, voor alle duidelijkheid. Laten we het duidelijk stellen voor de mensen. Laten we het duidelijk begrijpen. Het werd toegelaten, het werd gedoopt. Maar dat betekende niet dat het goed was. Nee. Je toch? Ja, dat zeg jij. Nee, maar is de goede keiharde waarheid. Mm-hmm. Niet omdat je in Nederland woont, moet ik in jouw euro's betalen. Maar ik zit in Suriname. Nee, maar vriend, in een vrij land, overal waar wij wonen, ik doe zaken met jou. Ik kan ook zeggen van jongens, ik wil dat je mij in pond betaalt of in Venezolaanse pesos. Dat is, ik heb die vrijheid toch? Ik neem een simpel voorbeeld. Is het mogelijk dat ik jou, stel dat ik in Suriname woon, ik huur jouw huis in Nederland, mm-hmm. dat ik, weet je, ik kom van tijd dat ik misschien op de 3 maanden in Nederland, ga je die SRD accepteren? Maar het hangt er vanaf waar ik woon en welke eenheid we overeen zijn gekomen. Ik keer dat ding om. U kunt Suriname... Ik keer het om. U kunt het omkeren zoals u... Ik kom naar Nederland. Ik kom naar Nederland. Ik ben eigenaar van een huis in Nederland. Ja. Nee, absoluut. Je hebt helemaal gelijk met uw vergelijking. Ook al gaat die mank. Ik zeg, u kunt het omkeren zoals u wil. Maar als burger heb ik nog altijd het recht... om zaken te doen in welke currency ik wil, toch? Is niet waar. We moeten ons houden aan de regels van het land. Als ik in Nederland kom, kan ik niet zeggen van ik wil, omdat ik dollars heb, ga ik transacties verliezen met dollars en die baan achter de kassa of whatever die te accepteren. Wat zeggen regels van het land? Ik dien om te wisselen, ik moet in euro's betalen. Als ik met jou een zaak afspreek, wij gaan een contract, dan mag ik toch met jou afspreken in welke eenheid ik betaald wil worden. Ook in Nederland, in China, overal. Ik wil gewoon pond hebben. Ik denk niet dat het waar is hoor, ik kom in China laatst. Vorig jaar september kwam ik in China aan. En je mag niet zoveel dollars hebben. Je geld om te wisselen. Die US dollar om te wisselen om die RMB te nemen om zaken te doen in China. Aha, verschillen we van mening. Ik denk hier als ik mijn kamertje verhuur, dan kan ik zeggen van ja, ik wil in pond betaald worden. Tegenwaarde van euro.
Ja, die tegenwoordig van euro, maar dat zijn van, kijk, misschien als je dat in Engeland zou doen, als je een appartement in Engeland zou hebben, dan zou dat geen probleem vormen. Maar ik denk in Nederland kan je dat niet eisen. Wat is dat, wat zegt de Nederlandse wetgeving wat dat betreft? Ik vraag niet op Nederlands niveau, ik heb het over particulier. Nee, ik heb het over particulier. Dat is dat voorbeeld, omdat u eigenlijk, dat is wat we eigenlijk hebben proberen te voorkomen. U moet mij niet dwingen om u in een valuta te betalen. Welke niet eigenlijk niet wettig betaalmiddel is in mijn land. Man, ik mag je ook dwingen om met eieren te betalen als wij ons zaken aan het onderhandelen zijn voor onze zaken. Dan kan ik zeggen van jongens, ik wil eieren, 10 eieren en 2 pond. 10 eieren, dat is iets anders. Nee. Ik wil hiermee alleen maar aangeven dat ik mijn vrijheid... Maar een andere situatie, dan gaan we ruilen. Je toch? Maar eigenlijk, geld is eigenlijk om dat ding te vergemakkelijken. Je toch? We hebben een SRD als wettig betaalmiddel in Suriname. Euro's en US dollar is een internationale valuta. Daarmee wordt internationaal zaken gedaan. Je toch? En we hebben nog steeds een SRD als wettig betaalmiddel in Suriname. En dat hebben we proberen aan te scherpen, omdat mensen waarmee men hier in Suriname zaken doet, dwingt de Surinamer... Je dacht om die rush te maken elke eind van de maand om US dollar en euro's te gaan kopen. Waarmee dan eigenlijk zijn de huisbazen, de autoverkopers en whatever te betalen. Je dacht, hoewel de mensen dan geen dollars verdienen. En dan is men dan vrij en is een situatie waarmee dan iedereen de koers dan bepaalt wat ze allemaal kunnen vragen aan je. Ja, maar ik denk, kom je niet aan de vrijheid van de mens? Nee, we komen niet aan niemands vrijheid. Het is gewoon, SRD is het wettig betaalmiddel in Suriname. En daarmee die... Want ik denk... Wanneer we dollars nodig hebben, dan gaan we de dollars nodig hebben wanneer we in het buitenland zijn. Ja, maar ik denk... Als ik een huis aan jou verhuur, Wendel, dan mag ik toch bepalen hoe ik betaald wil worden. Is het aan jou om te zeggen, ja, ik doe het of niet? Nee, maar bij deze is een wet aangenomen die de Surinamer beschermt en die van jou afdwingt. Ik betaal jou eens in het buitenland. Uh-huh. Dan kan jij naar de bank stappen toch, om die dollars of die euro's te kopen. Maar je moet mij niet dwingen eigenlijk, want ik verdien geen dollars hier in Suriname. Ja, maar sterker nog, ik denk niet dat de bankiersvereniging hiermee akkoord gaan. Weet je waarom? Omdat ja, we hebben het gelezen. Is het al gepubliceerd? Want ik weet niet of jullie hiermee rekening gehouden hebben, maar heel veel appartementen in Suriname, ja, bijvoorbeeld, die worden via de bank verhuurd daar. En die eigenaar zitten niet in Suriname. En met die bank hebben ze die afspraken dat ze 300 euro willen hebben voor hun appartement of 500 euro. En die bank regelt dat. Ja, maar het is ook aangenomen, ook in de wet. Het is opgenomen in de wet ook dat per na overgangsregeling dat na 45 dagen alle contracten die waren opgenomen in US dollar of euro's, die opgezet moeten worden naar SRT. Ja. Dus Torarica hoef ik niet meer af te rekenen in euro en US. Dus dat, kijk, die tegenwaarde staat daar. Je gaat die man eigenlijk, als hij zegt van ik kan die dollars, hij zegt van oké, het is $100 per avond per dingen. Ja. Wat is de tegenwaarde daarvan in SRD? Dat gaat hij betalen. Maar als die dollar aanneemt, is het strafbaar. U mag geen transacties meer in een valuta doen dat niet de SRD is. Maar dat zeg ik dus, als je US dollar aanneemt, is het strafbaar. Dus u zegt het zelf, het is bij wet, los van misschien uitzonderingen, dan moeten we daarna gaan kijken. Als er uitzonderingen zijn voor bedrijven, maar voor zo als het daar nu staat, u mag geen transacties meer plegen hier in Suriname met dollars. Okay. Of met euro, of whatever valuta, dan de SRD. Ja. Nee, ik begrijp u dat u moet het verdedigen. Ik heb voor gestemd. Dus die wet staat daar, ga je het dan verdedigen? Nee, tuurlijk, als je een wet aanneemt, moet je maar... Er was een oneigenlijke situatie waar we eigenlijk gewoon de Surinamer was gewoon overgeleverd aan de grillen en grollen van iedereen die maar kwam plukken aan de mensen. En ik moet ervan, je vraagt mij af waar is een regelgeving en nu kwam je regelgeving en nu is iedereen zo'n beetje... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Je toch? Dus het was goed. Want kijk, wanneer ik in Nederland ben ik verplicht. Je toch? Met dollars om te wisselen, om euro's aan te nemen, om zaken te doen. Wat is het verschil dan met Suriname? Als we dat ook hier keihard en verplicht stellen.
Ja, nee, als je het zo stelt, dan ik zie geen verschil. Maar ik, in Nederland, weet je wat het verschil is met Suriname? Ik hier als ik US dollar heb in Nederland, ik kom uit Amerika misschien met vakantie en ik kom met een paar US dollar terug. En ik breng het naar de bank, want ik kan geen US dollar hier gebruiken, ik gebruik euro. Het is geen probleem als ik het is geen probleem dan als ik volgende week weer mijn US dollar nodig heb. Maar in Suriname is het nou een probleem. De bank wil alleen maar van mij. U zegt dat aan mij. Ja. Dat aan mij. Tuurlijk, dat is het probleem. Kijk, er is een situatie gecreëerd. En dat is dat proberen we recht te trekken. Dat, okay. Ik heb het al aangegeven. Er was een situatie toegelaten dat iedereen dollars mocht hebben. En dat we hebben op, ik weet dat mensen die altijd in die positie zaten, die willen eigenlijk door blijven gaan. We willen eigenlijk op dezelfde manier door blijven gaan. Maar ik bedoel van, we moeten gewoon toch eens eigenlijk eens paal en perk stellen. En doen wat eigenlijk, hoe het hoort. En waarom kunnen wij, wanneer we in een ander land zitten, ons wel gedragen aan en ons houden aan de regels van die landen. Maar wanneer het om Suriname gaat, dan willen we gewoon die bandeloosheid, dan willen we gewoon alles zo laten. Ja, niemand moet optreden, niemand moet geen regelgeving komen. Alleen maar, je hebt wel alleen verplichtingen, maar je wil je eigenlijk aan niks houden. Nee Wendel, het is helemaal geen sprake hier van bandeloosheid. Ik vraag alleen maar of ik geef het alleen maar aan, hoor. Okay. U stelt mij een vraag, okay. En ik geef mijn gevoelens door, okay. Hoe ik merk dat men, wat iedereen komt nu schreeuwen, je toch? Mm-hmm. Iedereen komt nu schreeuwen van, iedereen komt nu eigenlijk nu op commentaar leveren van, ja, het is niet goed en dergelijke. Maar ik bedoel van, was de situatie goed dat iedereen een andere koers had, dat iedereen gewoon je kon vragen van, je kon bij iemand binnen en zei van, de koers is vandaag 10 SRD. Ja, morgen 12. Vijf minuten verder vraagt iemand jou 11:50. Ja. Nee. Mag ik even nu? Vind je het goed als ik 1 minuut iets afrond aan zin? Het is geen probleem. Ik bedoel, zoals jij het zegt, nobel streven. Ik vind het mooi. 1 koers, lage koers. Ik hoop dat die prijzen ook gelijk omlaag gaan, die prijzen in de winkels. Maar als ik wat de Surinamers angstig maakt hier en in Suriname. Het is niet dat zij niet naar de bank willen gaan om in dollars of euro te leveren of te verkopen. Maar is er garantie dat je ook bij dezelfde bank je geld terug kan kopen? Dat is wat ik vraag. Meneer. Het geval van importeurs, dat als ze dollars geven voor een bepaalde koers en wanneer ze die nodig hebben, dat ze ook dollars krijgen voor het bedrag dat ze hebben. Je praat steeds over exporteur. Ik ben hier voor de burgers op de eerste plaats. Ik zeg, ja, de burgers eigenlijk de burgers proberen te beschermen ook. Dat zijn van mensen die... Luister, wanneer de wet is afgekondigd, gaan we dat niet meer doen. Die contracten gaan omgezet moeten worden in SRD. En degene die de huiseigenaren zijn, die gaan dan die dollars kopen bij de centrale bank of waar, bij de algemene banken. Nog een keer. Ik zeg, ik verkoop 1000 euro aan de centrale bank. Ik ben daar op vakantie. Ik verkoop 1000 euro, ja, aan hun. Dat is toch goed? Ja. Ja? Ja, ja. En als ik terug ga en ik heb mijn 1000 euro weer nodig, kan ik het makkelijk weer kopen bij hun? Zonder te veel blabla, want er was geen blabla toen ik het bracht. Die waren blij, rode lopen werd voor mij uitgerold. Krijg ik mijn 1000 tenminste, minst alles 950. Kan ik dan 950 terug kopen bij de centrale bank voor die... Maar u zal sowieso die 900 of 1000 euro niet meer nodig hebben, toch? Want ik ga terug naar uw land. Daarom heb want u heeft de kavel hier gedaan in Suriname. Dus u gaat sowieso, je toch? Nee, luister. In het geval dat je het nodig hebt, ik denk, kijk, er is een situatie, het was een situatie dat je bij de cambio's terecht kon. En dat die situatie hebben we proberen te corrigeren. Het speculatief model hebben we eruit proberen te halen. En wanneer die euro's zijn gekocht, die gaan naar de centrale bank. En stel dat u daar gaat, u heeft ze terug. U wil geld terug hebben of whatever, u gaat terug naar Nederland. Ja. En ik zie het probleem niet waarom u dat niet zou terug kunnen krijgen om naar Nederland te gaan. Dat is wat... Het enige is dat u niet meer bij de cambio's hoeft te gaan, maar bij de centrale bank. Omdat de cambio wat ze opkopen nu door moeten verkopen aan de centrale bank.
Nee joh, als je het zo vertelt en het klopt allemaal, dan meneer, dan sta ik echt achter deze wetbaan, want het is 7,50 hoor ik en dat is een redelijke koers. Ik zou niet weten, ik ben geen van die monetaire autoriteiten. Nee, maar... Ik weet nog niet wat de koers is, dus ik kan nou niet aangeven, maar het wordt wel bepaald door de monetaire autoriteiten. En wanneer dat tijd daar is dat het bepaald wordt, dan zal het wel bekend worden gemaakt aan de samenleving en worden verwarren Suriname. Zich ook bevindt en mensen die zaken doen met Suriname, maar dat mensen nu al zeggen van 57 en zo. Ik wil u vragen eigenlijk om mijn van enig commentaar. Nee. Ik ben er niet van op de hoogte en ik kan daarop niet ingaan. Maar voor de duidelijkheid, als je bij de centrale bank je geld verkoopt, mag je daar weer terugkopen? Ik denk sowieso, ja, het enige dat we hebben gezegd, je gaat bij de cambio's. Die cambio's gaat eigenlijk als eigenlijk een soort tussenschakel functioneren tussen jou en de centrale bank. Ja. Je toch? Het enige dat ze doen, ze kopen op en ze verkopen door aan de centrale bank. Centrale bank op haar beurt stelt dan geld beschikbaar via de algemene banken en ook via de centrale bank. Als je valuta nodig hebt om de data te trekken. Ik dacht dat we op één lijn zaten. Nu breng je me helemaal weer op het verkeerde been. We zitten op één lijn. Nee, Die algemene banken... Die algemene banken zijn erkende instituten. De cambio's moeten opkopen, maar ze moeten niet voor jou verkopen. Die algemene banken en de centrale bank moeten... Misschien, als je bij de centrale bank zou terechtkomen, als iedereen daar terechtkomt, zal je misschien een lange rij zien. Die algemene banken zijn verspreid, dus het is makkelijker voor jou eigenlijk om daar dan die zaken te gaan doen. Maar zie het addertje onder het gras, wat ik zie, want ik denk dan van de centrale bank kan nu tegen mij zeggen van je hebt nooit dollars aan mij verkocht, dus je kan geen dollar bij mij kopen. Nee. Ja toch, ik moest eerst naar de cambio. Het enige verschil is dat we doen, want je kan het nooit gaan zeggen, toch niemand. Weet je hoeveel mensen eigenlijk dagelijks cambio... Kunt u dan gaan zeggen dat bij de cambio? Want ik bedoel van misschien dagelijks duizenden mensen gelden eigenlijk valuta's brengen, verkopen voor de cambio's. Dus ik denk niet dat we het misschien te persoonlijk... We moeten het eigenlijk naar dat grote praatje kijken. Het gaat erom dat we een transitie willen brengen in dat systeem van... Ja. Koop en verkoop van dollars. Iedereen die dollars nodig heeft als je naar het buitenland gaat, u gaat met uw stukken en u geeft aan dat u dollars nodig heeft. En of euro's, welk land u zo gaat bezoeken. Ja. Afhankelijk van wat u gaat bezoeken en wat u kan kopen. Of de regelingen die er zijn tot hoeveel u kan kopen. Ja. Als je naar het buitenland gaat. Er zijn een paar zaken opgenoemd in de wet. Ik hoop niet dat het limitatief is, maar... Die zaken zijn opgenomen. Studiemogelijkheden, gezondheid, medicijn, onderhoudsplek en dergelijke. Dus ik luister even goed, Wendel, wat die Surinamer stoort. Ja? Misschien sta je te ver van de normale Surinamer die af en toe valuta hebben. Dus ik moet mijn geld, ik mag wel mijn valuta gaan brengen naar de cambio of centrale bank. Maar als ik iPhone wil laten halen uit Nederland, dan kan ik het niet met RCD, vriend. Dan moet ik weer dollars gaan kopen. Dan hoef ik niet op reis te gaan. Dat bedoel ik. Dat zijn simpele dingen die zelf mijn studerende neefjes daar doen. Die gaan op zoek naar en stuur geld voor mij, koop een nieuwe iPhone voor mij. Dat is vrijheid. Dan kan je die man niet verplichten van het moet SRD zijn. Nee, hij moet de US dollar kunnen kopen, want jullie maken nog geen iPhone. En nog geen headphone, nog geen Samsung bijvoorbeeld. Ja, we mogen nog geen Amsterdam van Samsung. Wow. Dat zijn van, als u die dollars nodig heeft, of die euro's nodig heeft om die zaken te kopen, dan gaat u dan bij de centrale bank. En dan de centrale bank dan die gelden vrijmaakt, dan die dingen te gaan. En dan maakt die centrale bank zonder poeha die dollars vrij gewoon. Dat is wat ik die garantie die ik wil. Als de wet is aangepast. U draait omheen, meneer Wendel. U draait omheen. Dan gaan we door elkaar praten. Komen er nooit één. Ik zeg, dan geeft die centrale bank zonder te veel poeha terug het geld? Ja, ik bedoel, maar er zijn sowieso mensen die telefoons en dergelijke importeren. Moet u speciaal eigenlijk op zoek zelf doen? Nou, als je het zelf moet doen. Ja. Als je dat bij de centrale bank, als je dat zelf wil doen, of je met je eigen dollars dat wil importeren. Dat kan maar toch? Als je zegt van nee, gaat daar geen toestemming geven om dat te doen,
omdat eigenlijk u het geld eigenlijk het land uitgeeft, maar het kwam niks terug. Dat zit niet bij mij. Maar het kan niet daarom het hebben van vrijheid om dingen te importeren. Maar die dollars zijn er bij de bank. En als je iets wil importeren en het valt binnen de regels, waarom zou dan eigenlijk de bank jou geen toestemming geven om dat te importeren? Nee, waarom die dollars te geven om dat te importeren? Nee, Wendel, weet je waarom? Omdat je vraagt mij, meneer... Meneer Pinas, even. Mensen die dingen importeren, het bestaat nog steeds de mogelijkheid dat je giraal je betalingen kan doen als je geld hebt op je, als je valuta hebt op je krediet, je creditcard. Niks van daar is gestopt. Je leest een verhaal voor. Ik denk niet dat je naar mij luistert. Ik bedoel... Ik wil je aan te geven van als je dollars hebt op de bank, je bent importeur of je wilt iets kopen. Het hangt er vanaf wat is opgenomen. Wat zijn de mogelijkheden wat je daarmee kan doen? Vriend, het verhaal klinkt goed zoals jij het zegt over importeur. Ik heb het over de mens, de normale mens, de burger. Dit is een beperking van... Hebben de normale mensen zoveel dollars om zoveel dingen uit het buitenland te kopen? Ja, ze hebben zoveel geld dat de regering 100 miljoen van hen neemt. Wat? Jawel. Is hoe u naar kijkt en wat u zegt. Waar is die 100 miljoen kasreserve? Is van de burger, hoor. Ik ben de minister van Financiën vragen en de centrale bank president. Wendel, je zou je moeten schamen. Je zit met die man in een coalitie, coalitie, en dan weet je niet eens waar het is. Ik zit niet in de positie om daar op antwoord te geven. Zij zijn de monetaire autoriteit. Waar is de transparantie gebleven dan? Vriend. Ik wil best wel daar een antwoord geven. Misschien ik wil geen slip maken. U kunt het best vragen. En ze kunnen best wel uw antwoord geven. Vriend, u vertegenwoordigt, u wordt betaald door de mensen van die 100 miljoen. En dan weet je het zelf niet eens, dan kan je hun niet uitleggen, dan begrijp je functie niet. U bent assembleelid, je wordt betaald door de bevolking. Meneer Pinas, daarom heb ik doe een bepaalde job. U vraagt, is dat mij over de wet is aangenomen? Ja. En ik geef u antwoord daarop. Nee, ik vind u niet dat... U vraagt mij over iets anders en ik verwijs u naar degene, de deskundige die op de positie zitten, om antwoord daarop te geven. Maar ja, Tries, eigenlijk zou je moeten weten, is jouw coalitiepartner toch? Dat zegt u. Dat zegt u. Oh. Ik zou het moeten weten. Ja. Je toch? Maar ik ben ook niet verplicht daarop antwoord te geven. Al zou ik het weten. En ik verwijs u naar degene die antwoord daarop moeten geven. Dat is iets anders. Als u mij geen antwoord wil geven daarop, dan zegt u geen commentaar. Maar als u het niet weet, dan denk ik... Maar ik heb u verweten naar de mensen. Nee, maar prima. Ik zeg van nee... U wil dat ik eigenlijk antwoord moet geven op uw vraag. U hoeft niet. Nee, u kunt het. Die mensen terecht zijn voor de informatie. Wendel, ik vind het niet erg als u geen antwoord op wil geven en u zegt geen commentaar. Maar ik zou het pas erg vinden als u, zoals u nu daar zit, en niet weet waar het geld is. Dan zegt van ja, u bent goed voor stemvee. Te stemmen. Maar is er niet aangegeven waar naar de gelden zijn gegaan? Niemand weet het. Zelfhoefdraad heeft nooit iets duidelijk gezegd. Dat heeft u dan de minister van Financiën dan niet gevolgd. Oké, bij deze bemissing. Wil je me dan uitleggen zoals u het bedoeld heeft? Nee, ik verwijs u alsnog een keer naar de minister van Financiën. Sterker nog, de centrale bankpresident. Wende, we kennen elkaar, man. Jij weet van, je weet het ook niet. En die uitleg van de minister van Financiën is ook voor jou wazig. En die van Vijay Kerpalani nog wazig. En die van Tralala nog meer Tralala. Dat weet jij. Dat weten wij. Weet je dus. Kijk, de minister heeft antwoord gegeven. De bankpresident zit er nu aan. Als u informatie wil hebben over de 100%. Maak contact met ze, laten we u dan informeren. Misschien. Kijk, weet je wat zijn allemaal mensen? Soms is het wat je wil horen. Dat niet wat je wil dat je krijgt te horen. Dan weet je, dat zijn we een beetje. Ja, nee, weet je wat? Ik wil eigenlijk dat horen. Maar men heeft antwoord gegeven, dat is het punt. Nee, ik wil niks horen. Ik zou bijvoorbeeld alleen de waarheid willen horen. Niet wat ik wil horen. Maar wie zegt mij dat men niet de waarheid heeft gesproken? Er is niet gesproken. Er is de tralala omheen gemaakt. Je hebt geluisterd naar de minister. Ja. U vindt van dat men niet de waarheid heeft gesproken. Nee. Wat is uw waarheid? Sterker nog, er is geen leugens daar verspreid. Er is ook geen waarheid gesproken. Dus er is niks gesproken. Maar meneer Pinas, wat is volgens u de waarheid? De waarheid? Jij zou het moeten weten. Ik weet het niet. Ik denk... No. De minister heeft antwoord gegeven. U vindt van er is geen waarheid gesproken. Nee. Misschien weet u het beter.
dan kunt u hem misschien aan wat voor interview. Dan was men blij. Nee. Dan was men tevreden met uw antwoord en daarvan uit. Maar mijn vraag. Weddel, je luistert niet. Ik heb net gezegd van... er is niet gelogen daar. Ja, voor zover ik kan zien, hè. Heeft de minister niet gelogen? En hij heeft ook niet de waarheid gesproken. Hetzelfde met Boutsense, Vijay, Kirpalani bij hun persconferentie. Ze hebben niet gelogen, maar ze hebben ook geen waarheid gesproken. Alleen enige wat ze gedaan hebben is voor een grote waas zorgen. Daar heb ik het over. Ik zeg niet dat hij liegt of hij de waarheid spreekt. Nee, er was geen duidelijk verhaal. En waardoor jij nog steeds niet weet wat met het geld gebeurd is. Jij die het zou moeten weten. En ik nog minder. That's it. Dus ik zeg niet dat iemand liegt of ik wil een ander verhaal horen. Er is maar één waarheid. Kijk, het is uw bevinding. En ik kan niks daaraan doen. Oké. Okay. Het is uw beoordeling en ik kan dat niet van u wegnemen. Al zeg ik u 1000, men heeft dit ermee gedaan. Uh-huh. En u vindt van het is niet de juiste toedracht. Ik kan dat niet van u weghalen. Nee, no, als je... ik kan dat ook niet in uw hoofd printen of te accepteren wat er is gezegd. Meneer Wendel, als u mij nu zegt ze hebben hamburgers en frietjes meegekocht, dan geloof ik je. Dan vind ik je helder dan tralala. Wat is tralala? Ik bedoel, een verhaal. Ik wil een verhaal horen. Niet 20 kilo zo en grond en je weet het zelf. Ik wil niet mee niet eens over praten, man. Jij gaat nu lachen. Ik zie je niet. Kijk, u accepteert wat u accepteert en u hoort wat u wil horen. Nee. Of, u filtert wat u uit en zoiets. Dus dat is het toch? We zijn in de communicatie. Alright. Oké. Okay. Kan je luisteren. Oké. Okay. Maar u neemt aan of u filtert of u wat tot u doordringt is wat u wil dat tot u doordringt. Wat heb je gedaan? De minister heeft in het parlement gesproken. Ja. De president en de president-commissaris van de Centrale Bank. En na die... We hebben een persconferentie gehouden en u bent niet tevreden met het antwoord. Oké, goed. Nee. Geen vuiltje aan de lucht. Maar dan gaat u dan verder. En misschien kunt u dan misschien die inhoudelijke vragen stellen. Uh-huh. Aan de instanties. Misschien kunnen ze u... Misschien per mail of zo. Misschien kunnen ze dat best geruststellen. Nee. Misschien kunt u dat best wel horen. Uh-huh. Wat u wel wil horen. Nee, ik wil helemaal geen inhoudelijke vragen stellen. Echt niet. Okay. Inhoudelijke vragen, okay. Het gaat mij te diep. De enige vraag die ik zou willen stellen is... waar is die kassenschrijver naartoe gegaan? Dat is helemaal niet inhoudelijk, hoor. Dan kan jij zeggen, ik heb het gebruikt voor aardappel, uien, interventie of wat. Dat is nou antwoord. Maar heeft u wel geluisterd? Ik heb geluisterd, maar ik heb niet gehoord wat er gezegd is. Oké. Is goed. Ik zal wel daar achter die informatie aangaan. Uh-huh. En dan doe ik jullie dat toekomen. Boy, dat vind ik gewoon leuk bij jou. We zijn vaak niet eens, maar je blijft sportief. dus je komt met die informatie binnenkort. Je stuurt mij die informatie. Ik kom met die informatie. Ja, want, ik ga zoeken en dan doe ik toekomen. Ja, want je zou hoefdraad daarmee echt helpen, hè? Want niemand in Suriname weet waar het is. Ook geen econoom. Ik zal de minister vragen. Ja. En dan als hij informatie heeft. En dan doe ik het. Kom maar dat we het bekendmaken aan de luisteraar. Ik zou het leuk vinden als hij alvast in de assemblee duidelijkheid schept. En mij als tweede gebruikt daar assemblee. Waar hij ook zit. Dan weet hij het gelijk toch. Dan praat het makkelijker als ik jou morgen bel. Dan kan je zeggen van ja, ik heb die man gesproken. Of hij heeft dat in de assemblee gezegd. En. Maar Wendel, laat dat voor wat het is. We dwalen af. Vind je niet dat dit druist tegen een beetje mensenrechten dan? Je mag niet meer bepalen wat currency, welke munteenheid je in huis moet hebben. En wat je wilt doen en zaken. Nee. Ik bedoel, van is de overheid. De overheid heeft nog steeds de mogelijkheid om regels te maken voor ouderen van de samenleving. En ik zie niks van daar. Uh-huh. En gaat dit niet de koers omhoog stuwen? Wat denk jij dan? Dat zegt men hoor. Maar ik dat zegt men. Uh-huh. Maar de controle moet eigenlijk op zijn plaats zijn. Ik betwijfel het. Ik haal voorbeelden omdat Suriname geen eiland is. Ja, ja. Je toch? Als je even buiten gaat. Dien je om te wisselen. Ik heb zelf een voorbeeld in het parlement gegeven. Ja. Ik ging voor het parlement naar Ecuador. Uh-huh. En je maakt een tussenstap in Colombia.
Maar ik kwam beneden in de wachtruimte om in te stappen in die vliegtuig. En ik was, die afstand was zo ver om terug te lopen, om te wisselen. Mm-hmm. Ik had echt dorst. Maar ik had US-dollar in mijn zak, maar ik kon geen water kopen. Dat is waar. Ik kon geen die dollars niet in die machine stappen om een fles water te geven. Omdat ik niet gewisseld heb. Ik had geen peso bij me. Mm-hmm. Dus om alleen aan te geven van waarover praten we, wat voor discussie voeren we. Nee. Ik had echt dorst. Ik zat gewoon daar zeg van, hé, hoe laat gaan we weg? Ja, laat me toch even vallen houden, want ik wil niet weglopen. En dan wanneer je daar gaat om te wisselen, om water te kopen, en dan blijkt van je vliegtuig is dan weg, vertrokken, zonder jou. Dus ik zei van, oké, ik blijf volhouden. Het alleen maar omdat ik niet heb kunnen wisselen. Dus om aan te geven van, kijk, je kan niet in iemand zijn land komen en dan wil je komen bepalen wat er gebeurt. Het werd toegelaten dat we in allerlei currencies zaken deden. Maar als de overheid vond van, nee, het is genoeg, dan dienen we dat te respecteren. En ik denk niet dat dat anders is. Nee joh, het is allemaal prima. Ik denk niet dat er mensen tegen dit voorstel zullen zijn. Mensen zijn tegen omdat zij de reputatie kennen van de regering en de centrale bank. Vandaar dat mensen huiverig. Ik bedoel, het is heel normaal als je mij zegt, breng je geld. Voor mijn part sluit je alle cambio's. Breng mijn geld gelijk naar de centrale bank. Maar het moet geen ramp zijn als ik mijn geld terug wil. Daar zijn mensen huiverig voor. En die garantie, kunnen jullie. Nee, kijk, nu praat je weer door mij heen. Kijk, toen die cambio's in het leven werden geroepen, was het een andere situatie dan nu? Ja. Serieus, het was een andere situatie dan nu. Je toch? Suriname is heel anders. Suriname is ietsje ontwikkelder dan toen. En dat moeten mensen begrijpen. Oké. Je toch? Niks was geregeld. Maar nu is het een heel andere situatie. Voor mijn part hoef je helemaal geen cambio's te hebben. Die kan je allemaal sluiten. Ja, ik zeg het ook hoor. Maar kijk, het zal wel een harde... Weet je, iedereen op een bepaalde locatie met schoenen. En nu dan ga je iedereen nu op een bepaalde locatie krijgen die gaat willen wisselen en dergelijke. Dus die cambio's doen sowieso een bepaalde rol, maar misschien zijn ze hun rol. Die banken hebben genoeg filialen hoor. Voorbij gestreefd. Ja. Het had allang deze wending moeten aannemen. Zeg van, je wisselt, je koopt op en je verkoopt. Ook door aan de centrale bank. Ja, je toch? Het is prima. Of dat de overheid zelf wisselkantoren instelt. Je toch? Mm-hmm. En die cambio's dan op laat doeken. Absoluut. Ja, ik vind het prima. Ik vind jouw voorstel van de buitenkant... Het klinkt nobel, maar jij kent de Surinaamse situatie. Wij kennen het. Ik bedoel, straks is er geen dollar bij de centrale bank, maar die willen maar van mij kopen. Die willen maar van mij. Er zijn geen dollars bij de centrale bank. Maar ik bedoel, van hoe komt het dat er geen dollars? Ik heb al geschetst eigenlijk wat er allemaal gebeurt, wat de situatie is, waarom het mogelijk is dat er geen dollars bij de centrale bank zijn. Of dat wanneer we Surinaamse producten exporteren, die dollars blijven bij de exporteurs. Die komen niet terug, dat goud dat wordt verkocht. Nee. Het is een Surinaams product. Wendel, dat is niet... Het is van degene die het verkoopt. Nee, Wendel, en wanneer die partij en die dollars verdient, dienen die dollars terug te komen naar Suriname en dienen die dollars te gaan naar de centrale bank. Nee, Wendel, mag ik nu iets zeggen als je mij de ruimte geeft? Ik bel jou, maar ik vraag ik altijd naar, om... Ik luister naar u. Oké, Wendel, dat is niet de oorzaak wat je niet zegt, dat mensen geld daar... Nee, ik degelijk wel de oorzaak. Oké, ik wil u duidelijk maken. Als u alles totaal neemt wat er jaarlijks aan goud wordt geëxporteerd in Suriname, is het 1 miljard dollar. Mm-hmm. Weet je wat dat betekent? Ja. Ga terug naar 10, 20 jaar. Ja, ja. Dat die gelden bij de mensen blijven die de export doen. Wendel, dat begrijp je een stukje niet. Die bedrijven, ik ga nu praten en dat duurt maar 1 minuut. Heb je 1 minuut rust? Ja, ik krijg het. Het is 1 minuut na 1 minuut mag je mee weer uitvallen. En dan begrijp je die Surinaamse situatie niet. Die mensen, je hebt het over goud. Het goud dat uitgevoerd wordt uit Suriname. Ja? Je kan niet verwachten dat het geld terug naar Suriname komt. Want het zijn geen... Waarom zou het niet... Het zijn Surinaamse exporteurs die het exporteren. Laten we IM Goed en Nieuwman. Het zijn geen Surinaamse bedrijven.
Wie zegt dat? Ik zeg dat. Dit zijn geen Surinaamse bedrijven. Het zijn Canadese en Amerikaanse bedrijven. Suriname als... Nee, vriend. Dat kent u eigen Suriname niet. Ik durf... die exporteren, los van Newmont en IM Gold, zijn opkopers. Goud opkopers. En zijn, je hebt een aantal exporteurs daartussen. Dat zijn tussenhandelaars. Nee. Maar ik val me weer in de reden. Ik zou u iets uitleggen. Misschien kunt u daarmee iets doen. Ik wil u corrigeren. Oké, maar dan... Degene die vis verkopen, vis uitvoeren. Zijn het buitenlandse bedrijven of Surinaamse bedrijven? Vis is heel veel Surinaamse bedrijven zitten ertussen. Maar je had het over goud. Die goudbedrijven die zijn niet van Suriname. Dus verwacht niet... Twee maar. Wat de kleine goudproducenten produceren. Wat welke door andere koopbedrijven worden opgekocht en verexporteerd. Zijn niet door Newmont, worden niet door Newmont en IM Gold verkocht. Dat zijn kleine hoeveelheden. En ik praat over dat deel. En het is niet een kleine hoeveelheid. Nou, ik denk dat het een kleine hoeveelheid is, want die echte... Nee, Piraas, ik kan u zeggen, soms produceren meer dan die grote multinationals, hoor. En waar wordt het afgezet? Wat er geëxporteerd wordt. En die gelden blijven in het buitenland, op rekeningen van de exporteurs. Maar het is Surinaams goud. Dus eigenlijk moet dat ding plaatsen. Nee, anyway. Surinaams goud wordt geëxporteerd, wat niet terugkomt. Mm-hmm. En die dollars blijven gewoon bij de exporteur. Wat is een Surinaams product dat wordt geëxporteerd. Ja, dat... Dat zou eigenlijk bij de centrale bank geleverd moeten worden. En die mensen die exporteren kijken SRD. Nee, dat is een farce van de NDP om jou te indoctrineren, roepen ze dat. Dat is niet waar. Die mensen die exporteurs over goud, dat zijn kleine jongens. Die grote jongens, hun bedrijven zitten niet eens in Suriname. Hun hoofdkapitaal zit in Toronto en in Pittsburgh. Maar daar gaat het geld naartoe. Meneer Piraas, we praten over twee verschillende dingen hier. Ik praat niet over Newmont en IM Gold. Oké, je hebt het over exporteurs. Ik zeg u, je hebt bedrijven die exporteren en ze zitten niet in Toronto en dingen. Ze zitten hier in Suriname. Dat goud dat er wordt opgekocht, wordt verkocht door deze mensen. Mm-hmm. En die mensen exporteren. Het was de centrale bank. Wendel, je praat over MKB. Als een Surinaams bedrijf in goudhandel is, dan MKB. Het is geen groot bedrijf. Noem één groot Surinaams bedrijf. Maar die mannen zijn exporteurs. Ze kopen het goud op en ze verkopen het in het buitenland. Ik praat niet over IM Gold en Newmont. Je moet zich meer gaan verdiepen, man, in Suriname, man. Nee, joh. Ik weet waarover ik praat. Maar is een advies geef ik u. Je moet echt zich meer gaan verdiepen. Wil ik doen, maar ik trap niet in. Ik bedoel, ik ken die leer. Ik geef u alleen maar aan dat u dat moet doen. Nee, zonder alle grap aan de stok. Ik ben serieus. Noem. Maar hoeveel praten over etterlijke miljoenen wat er jaarlijks geëxporteerd wordt aan goud. Surinaams goud. En het gaat niet, dan praat ik niet over IM Gold en Newmont. Waarover wie praat je dan? Dan praat ik over de goudexporteurs. En die bedrijven zijn Surinamers bedrijven. Surinamse bedrijven die dat goud exporteren. Dan praat ik over vis, dan praat ik over bakoven. Nee. Houd bij goud. Noem een paar goudbedrijven in Suriname die etterlijke miljoenen verdienen met export. Noem twee. Ik heb de informatie niet zo voor mij. Well, maar ik kan omdat die er niet is. Ik kan u die informatie niet. Die is er niet. Die is er niet. Hey, vriend. Kijk, er zijn geen Suriname. Ik probeer dat ding uit te leggen, maar u wil niet luisteren. Oh. Er zijn geen Surinaamse bedrijven die vanaf scratch, vanaf de bron. Uh-huh. Het zijn die kleine jongens die produceren. En je hebt koud-opkoopbedrijven in Paramaribo. En je hebt goud-exportbedrijven. Dus die mannen die kopen, opkopen, mm-hmm, hoeven niet speciaal te zijn de bedrijven die het exporteren kan gebeuren. Dat het de bedrijven, het mm-hmm, de bedrijven zijn die exporteren, maar kunnen andere bedrijven weer zijn die weer opkopen en die export doen. En die mannen maken behoorlijk veel geld. Pas op met die NDP leren. Dollar die op hun rekening blijven in het buitenland. Vriend, als je namen noemt, op de bankrekeningen hier of worden thuis opgepakt. Vriend, als jij... En die gelden zouden eigenlijk bij de centrale bank moeten zitten. Ik zal je één ding vertellen, Wendel, en dan mag je aan je voorzitter vragen. En het is waar. 75% van het goud uit Suriname behoort aan multinational. 25% aan partijroyalisten van jou.
Dat is een feit. Ik heb het op papier. Dan mag je vragen. U zegt mij wat. Ja. Dus ik kan daarop niet in staan. Ik moet eerst gaan onderzoeken als wat u zegt. Wat u beweert. Vriend, ik is sterker nog. Maar ik weet wel, ik heb neven all over het land die aan goudwinning doen. Dat is kleine boys. Dat zijn kleine jongens. Dat zijn sowieso geen partijloyalisten van mij, hoor. Maar mijn neven, kinderen van twee zusters. Wendel, jouw neefjes. Kinderen die aan goudwinning doen. Ik probeer niemand te beschermen. Om alleen aan te geven. Wendel, jouw neefjes die aan goud, die aan de business doen. Ze kopen niet meer dan 2 kilo per jaar, man. Die aan goudwinning doen. Als misschien praat over concessies, daar kom ik niet aan. Maar mensen die aan goudwinning doen. De kleine man, de jongen in de man in Marouwe, in de Tapanaouni. In Bovenstarak, sterker nog, ik weet wat ze verdienen. Die kleine ik jongens. Zeg u, het lijkt wel klein. Ja. Het lijkt wel klein. Maar als je alles optelt, is hun productie jaarlijks veel meer dan wat die twee grote bedrijven hier produceren. Dat is niet waar. Ik weet wat die Alabutu die doodgeschoten werd, wat hij produceert, man. Dat soort jongens vinden 20 gram per dag. En dan zijn ze spekkoper. Alabutu is een andere keer. Ik praat over mensen die aan goud winnen doen. Nou, mensen die machines bezitten. Zal ik een grote voor jou noemen? Zal ik Bronnie Brunswijk bijvoorbeeld? Ja? Dit is groot in. Ik kan je ook vertellen hoeveel goud hij verdient. Maar je noemt Ronnie Brunswijk is één persoon. Hoeveel mensen zitten in de goudbusiness? Weet je hoeveel man in de goudbusiness zitten? Heel veel. En iedereen verdient zo'n beetje wat. Dus wat bij de export, zie je dat hoeveel geld het land uitgaat? Hoeveel goud? Ja, dat is waar. Het is veel meer en die gelden zouden bij de centrale bank terecht, die dollars zouden bij de... We praten alleen over hout. Uh-huh. We praten niet mogelijk over hout, vis en landbouwproducten. Ja, nee, er komen degelijk dollars in het land, heel veel dollars, maar er blijven bij de mensen. Omdat... Dat heb, met deze wet hebben we proberen dat... Kijk, je praat weer over hout. Hout is niet van Suriname, man. Dat gaat rechtstreeks naar Chinese bedrijven. Het geld blijft in China, natuurlijk. Weet je wat je zou moeten doen? En dan mag je in Osir gaan vertellen om de koers omlaag te brengen. Productie. Ja, weet je, gewoon de productie opvoeren in Suriname. Ja. Dat jullie meer dingen exporteren en produceren. Ja. En die begroting. Het is te veel geld die voor showprojecten en vrienden en corruptie. Als je die twee dingen in toom houdt, dan pas krijg je een stabiele koers. Niet die leer die jij nu probeert hier door te dringen. Nee, dat is er niet. Dat heeft totaal niks mee te maken. Kijk, is uw mening? Nee, het is niet mijn mening. Ik hou een andere mening op na van, uh-huh. Kijk, de koers kan omlaag gehouden worden. Omdat er heel veel speculatie erin zit. En we zullen zien in de komende tijd wat er gaat gebeuren. Maar die wet is aangenomen. Is afwachten om het af te kondigen. En dan zien we wat het wordt. Oké, ik heb nog tot besluit dat ik al luisteraars. Maar bedankt alvast voor uw advies. Ik denk dat er veel meer mensen luisteren dan ik. Maar bedankt voor dat advies. Maar ik ben het daarmee niet met u eens. We hebben 80.000 luisteraars, Wendel. We hebben 80.000 luisteraars. Ik zal u niet in de reden vallen. Uh-huh. Maar we moeten afwachten wat voor impact en effect die aangenomen wet zal resulteren. Oké, wat een kromme bewering. Ik lees dan een app hier. Ik produceer en verkoop in het buitenland, ontvang valuta en mag ze niet omzetten. De bedoeling is dat de rijke NDP-handelaars de valutamarkt beheerst. De valuta gaat ondergrond en de centrale bank zal geen handel hebben. Kapitaalvlucht is een bewering hier. De oorzaak is het feit dat 100 miljoen leentruc niet geslaagd is. Vergeet dat. Moet ik bij Telesur of EBS met valuta betalen bij aanleg van mijn faciliteiten? Ik wil dan luisteraars weten. Iemand die hier woont, maar zaak heeft in Suriname. Als iemand bij aanleg van zaken, is zover ik weet, dat het afgeschaft dat men geen valutacomponent hoeft te betalen. Okay. Dus kijk, die wet is aangenomen, maar er zullen een aantal, de vicepresident heeft aangegeven die dag zijn, van er zullen een aantal maatregelen volgen, maar dit is één van ze, om zaken in goede banen te leiden. Dus die dingen komen eraan, mensen moeten niet huiverig blijven. Wat belangrijk is van zaken die
die ervoor moeten zorg dragen dat we de kleine man beschermen. En die wet is aangenomen om de Mofina Wans te beschermen. Simpel is het. Oké. Dus als het bedrijf bijvoorbeeld zegt van ik heb een dollarcomponent, dus dan is dezelfde overheid toch, EBS. Mm-hmm. Het is dokteronderneming, is een onderneming van de overheid. Dus dan zal de overheid daar dan moeten kijken van hoe gaan we dat eigenlijk oplossen voor de Surinaamse burger. Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk. Dat is wat mij hier gevraagd wordt. En ik vind je heel sportief, want meestal als er een heet ijzer is, dan dokken de NDP'ers. Hè, als er een wet genomen hebben en die is omstreden. En, maar u praat met mij toch? Ik ben een NDP'er, dus ik denk niet dat u wat u daar aanhaalt. Maar je bent NDP toch? Ik ben een NDP'er en u praat met een NDP'er, dus ik weet niet dat of die comment die u daar maakt wel valide is. Want u praat met mij en ik ben NDP'er. Aha, oké. Okay. Nee, dat... Je weet mij altijd te vinden als er wat is. Aha. Ik ben altijd beschikbaar. En je bent altijd bereid om de discussie... Hoe moeilijk het ook lijkt, maar ik ben altijd te bereiken om over zaken te praten. Oké, dus dit zal niet voor... deze wet zorgen voor dat die koers stabiel blijft, koers nou verhoog. Ja? Ja of nee? Nou kijk, de overheid is altijd... Kijk, de centrale bank zal de koers bepalen. Uh-huh. Middels een beschikkende wet is aangenomen. En men zal het bekendmaken. En niemand gaat daar buiten moeten gaan. Als bepaalde mensen daar buiten... Dan gaat dan de instanties eigenlijk optreden. Oké. Worden we eigenlijk ons te houden aan wet en regelgeving. Wanneer wij in het buitenland zitten, dan houden we aan allerlei regels. Mm-hmm. We zijn gewoon pakvorm. Als wij zeggen van daar geen proppen gooien, dan doen we dat niet. Ja, en waarom kan het ook niet in Suriname... Ja, dat is een mentaliteit kwestie, denk ik dan. Een samenleving wordt middels regelgeving mm-hmm. gestructureerd en geordend. Ja. Ik bedoel van, als dat eigenlijk overheid op een bepaald punt vindt van hey, we gaan ordenen, dan mm-hmm. doen we dat te respecteren en dienen ons daaraan te houden, zoals we ons keurig gedragen als we in het buitenland zitten. En u bent niet bang voor die protesten die zullen losbarsten na corona, want dit is echt beperken van mensen in hun vrijheid. Want nu oh, nee, bent u ervan bewust dat als ik mijn hele leven lang mijn eurotjes uit Nederland keurig breng naar de centrale bank om te wisselen, en het moment dat ik wil terugkopen, dat ik heel veel verklaringen moest afleveren. Is het voor medische behandeling? Is het voor studie? Is het voor... ik ben niet in geïnteresseerd. Misschien wil ik mijn dollar terug hebben voor luxe. En als ik dat niet kan, dan is dat, heet dat beperking van de mensvrijheid. Ik ben daarmee niet eens met okay. Dan, nee, dat zijn we eens dat we niet eens zijn. Ik heb het eens volgens mij eens in meegemaakt dat je in Curaçao volgens mij met die... Volgens mij je kon betalen met een dollar en een euro en volgens mij met Antilliaanse gulden. Maar ik kan begrijpen, het is een toeristische staat, maar... Ik bedoel, van elk land bepaalt wat er gebeurt. Nee, dat is geen probleem. Nee, joh. Er is niks mis met die wet van jou, Wendel, aan de buitenkant. Ja, ik weet dat er is niks mis mee. Daarom moet het afgekondigd worden. En dan zien we wat de volgende is. We kunnen niet doorgaan in die... We kunnen niet eigenlijk... Weet je, een kleine groep die zich verrekt en die komen. Dus de Surinamer knijpt eigenlijk uit, pers eigenlijk om... Ik kom in een winkel binnen. Mm-hmm. Geen naam noemen. En iemand zegt, maar er is gebeld geworden. De koers was volgens mij 8 SRD. En nu is het zoveel, en nu is het zoveel, en nu is het zoveel. Er werd gebeld. Mm-hmm. Dan weet je niet dat de overheid ingrijpt? Moet ingrijpen, sowieso moet hij ingrijpen. Wat is daar nou dan fout daaraan? Nee, er is niks fout. Je begrijpt mij niet. Bij mij gaat het om van... Nee, ik stel u de vraag. Niks. Ik probeer om duidelijk aan te geven van aan de luisteraars. Uh-huh. Van, we kunnen niet in een situatie zitten waarbij eigenlijk mensen buiten de centrale structuren om, je toch, autoriteit om de koers bepalen en doen wat ze willen met het land. Jullie zijn te laat. Eigenlijk moesten jullie dit al veel eerder gedaan hebben. Ik ben met u eens dat we laat zijn, maar ja. Mijn papo taki altijd taki.
Dat is niet voor zetting. Oké. Maar het moet ook makkelijk zijn voor de burgers om ook terug te kunnen kopen. Daar zijn ze heuverig voor. Ik zie dat u eigenlijk problemen daarmee heeft. Jawel. Laten we zien hoe dat ding werkt. Weet je, waarom vraag... Laten we zien hoe dat ding werkt. Waarom vraag... die wet aangenomen. Waarom vraag je mij niet... Waarom vraag je mij niet waarom ik problemen daarmee heb dan? Je kan het toch... Waarom is er een probleem met de financiën dat u vindt van... Misschien is er mogelijk, bestaat de mogelijkheid dat u geen dollars terug gaat kopen of euro's. Omdat het recente verleden leert mij dat de regering en de coalitie die jij, waarin jij zit, die jij ondersteunt, voortdurend op zoek is naar geld. Dus mijn money nog veilig bij hun. Dat denkt iedereen. Dat probeer ik de hele middag al uit te leggen aan jou, maar je gaf mij die ruimte niet. Vandaar. Is er een garantie? Hebben jullie dat ja, nu in... Ja, veilig bij de mensen. Luister, we weten allemaal, in een bepaald moment, al is het je eigen huishouden. Als je geen geld hebt, voor een bepaalde periode, je zit onder druk, ga je lenen. Ja. Ik denk niet, er is niks fout daaraan. Nee, je mag lenen, maar niet van jouw eigen mensen, toch? Ik bedoel, je gaat lenen, maar je gaat het geld van je vrouw toch niet stelen? Je gaat toch lenen ergens buiten? Ja, maar dat heeft de regering gedaan, toch? Nee. De wijze hoe men dat ding vriend, heeft gebracht. Wendel. Wendel, laat me je antwoord geven. Laat me je antwoord geven. Voor je antwoord geven. Die 100 miljoen US dollar zou misschien zijn gebruikt, maar niet dat men die SRD die daar tegenover heeft kunnen stellen. Dat is diefstal, man. Ik heb wanneer we die dingen stellen, dan moeten we wel duidelijk zijn. We kunnen niet duidelijk zijn. Ik heb US dollar gezet. Wie geeft je het recht om mijn SRD? Wie geeft jou het recht om mijn SRD te geven? Ik heb toch US dollar gebracht naar jou? Die US dollar die bij de bank zitten, die worden niet morgen gebruikt. En ik snap eigenlijk waar dat ding. Het is een hele, ik ga niet praten daarover. Okay. Ik wil niet daarover praten. Je weet het. Laten we over de wet praten. Denk aan je positie. Ja, want... Het gaat niet zozeer aan mijn positie. Omdat, al wil ik het u uitleggen. U houdt vast eigenlijk, u heeft een verhaal gehoord. Men heeft gestolen, men heeft minder 100 miljoen gestolen. En mensen weten beter dat dat niet waar is. Maar men brengt het moedwillig toch in de media alsof men 100 miljoen heeft gestolen. Waarom wordt het nooit ontkracht in de media dan? Gestolen. En al is men heeft etterlijke keren antwoord daarop gegeven. Maar ik wil het volhouden aan u wat u wil aannemen als te zijn de waarheid. Wendel. En ik kan dat niet uit u halen. Wendel, dan wil ik. Wendel. Met welke overredingskracht dan ook. Als u blijft vasthouden aan er is gestolen, ik kan dat niet uit u halen. Ik zeg, ik ben dan de enige in de wereld die niet weet waar die 100 miljoen is. Iedereen weet het. Ik ben de enige dan. Maar de centrale bank, de vicepresident, de minister heeft het aangegeven, toch? Herhaal dan. Waar die geld naartoe zijn. Herhaal het nog een keer dan. Ik ga online naar die link voor u zoeken. Wil en dan ga ik het voor u mailen. Wendel, dan kunt u eigenlijk kijken naar waar... Hij antwoord heeft gegeven in de Nationale Assemblée. Ik heb 10 keer naar die link gekeken. Hey vriend, ik kijk live naar Assemblée. Ik zie je live wat je allemaal doet. Ja, dus dat moet je niet vergeten. Dus ik heb het nooit gehoord. Maar dan ben ik kennelijk de enige in de wereld, in Suriname en Nederland, die... Nee, maar als jij vandaag ik dan nog zoek, ik heb u al eigenlijk toegezegd van ik ga de minister vragen om de informatie misschien aan mij beschikbaar te stellen. Zodat ik het dan ga doorgeleiden aan u. Zodat u weet wat er is gebeurd. Oké, begin het aan de assemblée door te geven. Ik ben niet zo belangrijk hoor, want... U zegt het maar. Weet je, iedereen luistert naar u. Hè? Ik zou niet zeggen dat u niet zo belangrijk bent. Nee, maar... U wordt wereldwijd beluisterd. Ja. Ik ben de enige. Wendel, ik ben de enige die niet weet waar die kassencijfer is. Iedereen weet het. Wendel Azada weet het, Woefdraad weet het, mijn buurvrouw in Suriname, iedereen weet het. Ik ben de enige. Ik blijf volstaan. Hoor. De minister heeft daarop antwoord gegeven. Misschien is nu blij met dat antwoord. Wat? Ik kan u daarmee niet helpen, maar ik zal wel navraag doen wat er mee is gebeurd, wat er met het... Met die gelden zijn gebeurd. Okay. En dan geef ik het door. Eenmaal mangen jullie takino toch? Wat was het antwoord van de minister daarop? Kort. Ik, ik, ik,
ik moet dat gaan zoeken. Ik was hier van weg. Dat werd ook komen, man. Ik weet dat ik moest dringen. Ik moest die dag dringen te ervaren. Oké. Dus heel laat is in de rap en roer om 100 miljoen en iemand geeft antwoord waar die 100 miljoen is en dan vergeet je het antwoord. Broeder Pina, de minister heeft antwoord gegeven van mij, is niet misschien het antwoord dat u wenst. Nee, ik heb niks gehoord. Maar ik wil wel antwoord te geven. Maar wat was het antwoord, weet je het nog? Of moet hij het antwoord gaan zoeken? Ik weet dat hij die dag antwoord heeft gegeven, maar ik was niet ter plaatse. Dus vandaar dat ik heb beloofd om het na te trekken voor u en ik kan u doen, dat dan misschien bekendmaken in een van de komende uitzendingen. Dus wij, wij kennen het antwoord niet, jij niet, ik niet. Dat is wat je zegt toch nu? Ik ga het zoeken voor de minister. Nee. Ik denk dat ik een luisterpartij of zo. Maar dan, ik wil daarmee voor staan. Ik ga het antwoord na, achter het antwoord na. Ja. En dan geef ik het door aan u. Abo, is goed man. Missen wij nog iets? Hoe gaat het met jouw campagne? Zullen we het menselijk houden, Batty, Brada? Hoe gaat het met jouw campagne? Ja, kijk, het gaat rustig, maar het is een beetje moeilijk nu met die hele corona-ding. Dus het is een beetje lastig nu eigenlijk. De president was in het... aangenomen dat je geen besluit genomen dat je niet geen 100 mensen in een meeting kan hebben. Dus low profile. Oké. Okay. President was in het binnenland. Hoe was het bezoek? Nou, ik heb nog geen verslag gehad. Ik was er niet bij. Okay. Ik ging af en aan om het werk te doen, dus ik kan ook daarop niet geven. Ik neem aan, onze president kennende, ik kan niet voor hem praten, maar ik neem aan dat het bezoek goed was geweest. Uh-huh. Okay. Ja, dus laten we horen wanneer hij verslag daarvan doet en dan En in de tussentijd ga jij op zoek naar het antwoord van Hoefdraad, want jij weet het niet, ik ook niet. Van minister Hoefdraad. Minister Hoefdraad. Minister Hoefdraad, ja. Sorry, minister Hoefdraad. Ja. Nee, dan wacht ik, hè. Dan zal ik dat bekendmaken aan Suriname dan als wij ooit het antwoord krijgen? Want u zei iets, hè? Ik ben vrij. Als ik antwoorden van hem ontvang, wat voor het woord, dan moet u het ook accepteren. Dus ik heb beloofd, ik geef het door en dan maak u het bekend aan Suriname. Ik denk dat hij geantwoord is. Je hebt tussen negen met die antwoorden. Ja. Maar ik denk, minister Hoefde dat kennen, hij gaat zeker antwoorden. En dan... Oké. U hoort het van mij. Dank u. En tussen Nees en Lepodoor hebt u gezegd van ze hebben 100 miljoen uitbetaald in SRD. Dat is illegaal, hè? Als iemand de US of euro geeft, dan moet u niet omzetten. Ik heb niet gezegd, man. Omdat mensen zeggen van het is gestolen. Uh-huh. Maar het is, als je 100 miljoen voor iets anders gebeurt, dan kan je toch tegenwoordig daarvan aanhouden. Omdat die 100 miljoen iets was dat men de banken eigenlijk zouden gebruiken. Ja, wat ik heb begrepen. Maar u zegt van... Het is niet goed, het was niet toegestaan. Mm-hmm. Nou, we leven daar niet. Oké, want ik geef je... Laat me dan nog die antwoorden van de minister. Ik zat niet in de positie. Ja. Eigenlijk, ik heb die handelingen niet gepleegd. Dus het is daar gebeurd. En u weet ook wat er allemaal... het natrekt ervan is. Dus maar, voor alle duidelijkheid. Maar toch even met de minister. Een luisteraar zegt hier... Is Wendel je neef of schoolvriend? Hij pak je helemaal in. Ai, mooi Wendel. Nou, ik sta mijn vragen en ik geef je antwoorden op je vraag. Ja, ik zeg het maar. Wat ook Wendel, brokkel je helemaal dan? Hey, men moet niet zo naar kijken, maar we hebben een vraag gesprek en ik geef antwoorden. Nee, prima. Is goed, maar je hebt dit debat gewonnen dan, volgens volgens de luisteraars heb ik daar gewonnen, maar ik bedoel van die heeft me vragen gesteld en ik heb antwoord. Eerlijk antwoord daarop gegeven. Oké. Nee, dat is goed. Ik denk, ja, ik ga niet met Wendel in discussie. Jij weet net zoveel als ik, hè. Ik bedoel, heel veel dingen gebeuren en daar moet je gewoon voor stemmen. Dat is hem. Dus. Het is goed. Ik ben ontzettend blij dat je altijd zo sportief bent. En weet je, moeilijke en goede tijden sta je altijd voor de partij. Ik hoop dat ze je nog een termijn gunnen. Hoe zie je dat? Ik kijk er zelf ook positief naar uit, maar het is de partij die bepaalt wat er gebeurt. Zij kandideren. Het is een prerogatief van de partij, om mensen te kandideren. Uh-huh. En ik heb een job gedaan
Ja. Ik doe het nog steeds, de termijn is nog niet afgelopen, dus ik wacht. Okay. Maar ik zou het nog graag willen, maar bedoel van ik blijf sportief. Mm-hmm. Het is de partij die bepaalt wat er gebeurt en wie allemaal op de lijst staan. Favator heeft Joe, hoe heet die? Doekie en Abrahams. Nou, ik kan eigenlijk niet daarover praten hoor. Ik zou eigenlijk een van die heren. Is die, als ik jou vraag, dan haal je die politicus, gooi je die abonnespan. We horen zo. Ik ga jou bedanken, Wendel, man. Het is leuk altijd met jou te praten, ja? Zullen we binnenkort weer... ik wacht op die antwoorden van Hoefdraad, want jij kan niet zeggen waar die onder milieu is. Minister Hoefdraad. Minister. Oké, sorry. Ja. Ik wacht op de antwoorden van minister Hoefdraad. Klopt. En als ik die heb, dan geleid ik het door naar u. Absoluut. Spreken we af. Dank u wel. Ik wens je een mooie avond. Wel dan. Ik ben voor die daar in de Suriname, zo al over de wereld. Ja. Voorzichtig met de coronavirus, de raad, advies van de mensen en... voorschriften goed opvolgen, zodat we ons, waar we ook zijn, we zijn allemaal familie van elkaar, het Surinamers zijn, en we willen niet dat iemand van ons komt te ons aan de derde coronavirus. Dus voorzichtig, hier ook in Suriname. Iedereen die luistert ook om zich te houden aan de voorschriften en oproepen van de autoriteiten. Ja, ja. Ik weet wel, iemand zegt hier van... waarom durven andere NDP'ers niet zo vrij te praten met kritische pers? Alleen op Bakanatori. Kan je die andere partijen... Ik kan niet voor mensen praten. Maar kan je hun aansporen dat ze ook bij ABC en Rapinti en Stamvast het gaan? Ik ben vaker uitgenodigd bij ABC. Ik ben vaker uitgenodigd bij ABC te praten over de afgewaardeerde en dergelijke. Nee, jij. Ik bedoel andere leden hoor, over andere partijen. Ik zou niet weten waarom ze dat niet doen. Mm-hmm, oké. Okay. Ja, ik zie dat je op alle strategische antwoorden geeft. Wat een spam, brada. Lobby. Yes? Ja, dank je. Succes. Hey, Wendel Assadan, prominent lid van de Nationale Democratische Partij NDP. Er is hier 18 over 8 in de avond. Stamvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stamvaste Radio.